superleuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Kinderen voor Kinderen Pakt Uit. En vandaag hebben wij een hele grote YouTube-ster te gast, namelijk Feurtje. Ja, Rutger Vink is zijn echte naam, maar je kan hem kennen als Feurtje. Hij heeft meer dan 800.000 abonnees op YouTube, waar hij te gekke sketches, challenges en zijn eigen liedjes post. En vandaag treedt hij op met een nummer van Kinderen voor Kinderen en Toen. Kinderen voor Kinderen ging langs bij de opnames van een YouTube-video van Feurtje. Maar hoe doet hij dat eigenlijk? En hoe ga je als beroemde YouTube-ster om met negatieve haatcomments? Reporters Julian en Elena die zochten hem op. Hoi, mijn naam is Rutger. Ik ben Helena. En ik ben Julian. En wat super tof dat jullie naar deze nieuwe video kijkt, want ik ben vandaag met deze twee helden van Kinderen voor Kinderen. En we gaan een hele spannende challenge doen die alles te maken heeft met hun grote hit En Toen. Ja, En Toen mochten jullie ook van de stoel af, want we zijn eenmaal niet even lang zoals je ziet. Nou, laten we er maar vanaf gaan. Laten we dat maar. Alright jongens, nu gaan we een challenge doen. En die heeft dus alles te maken met het liedje En Toen, En Toen, En Toen. En waar gaat dat over? Geschiedenis. Precies. En ik heb daar een challenge bij gevonden. Vuur maken. Want dat is een hele belangrijke uitvinding. En dan gaan wij kijken of wij het net zo goed kunnen als de mensen vroeger. We hebben hier alles wat we nodig hebben voor de challenge. Namelijk een vuurkorf, wat hooi en nog wat servetten. Branden denk ik ook heel erg goed. En het belangrijkste, vuurstarters. En hiermee, ik weet nog niet hoe, maar moet je op een of andere manier vonkjes kunnen maken. Maar daar komen we wel achter, hè? Ja. Ja? We gaan sowieso winnen. Oh ja, ja. Nou, dan ben ik benieuwd naar. Pak ook jullie vuurstarter maar. Doe alsjeblieft voorzichtig. Doe dit ook thuis niet na. We hebben hier allerlei hulpdiensten klaarstaan. En ik heb hier natuurlijk te maken met professionals, maar vuur is natuurlijk geen speelgoed. Nee. Oké, jongens, zijn jullie er klaar voor? Ja. Dan gaat de challenge beginnen in 3, 2, 1, vuur maken maar. Ik ga eerst even kijken hoe dit ding überhaupt werkt. Oh, allemaal dat zijn. Zitten geen batterijen in of zo? Nee. Oh, wacht, misschien moeten we dit karteltje gebruiken. Nou, de vonk slaat nog niet over bij mij. Ik kan het niet. Nou, er gebeurt helemaal niks, jongens. Ik neem even een pauze. Ja, wij gaan door. Ik heb een idee. Het vuur maken lukt totaal niet. Maar ik heb een aantal vrienden die mee hebben gedaan aan Expeditie Robinson. En die hebben heel vaak vuur daar moeten maken. Dus ik ga nu als eerste Kelvin bellen. Ik hoop dat hij oppakt. Gaat maar niet in de fik. Hey Kelvin. Ja, ik praat eventjes zachtjes. Maar ik heb je hulp nodig. In het hooi. Dus niet erboven. Helena, ja? Waar is Rutger eigenlijk? Ik heb geen idee. Maar als we zo op door blijven gaan, gaan we sowieso winnen. Oké, thanks. Oké, dan ga ik nu snel verder met de challenge, ja? Thanks. Oké, ik denk dat ik de gouden tip heb. Lukt het? Waar was jij? Ik was even naar de wc. Ja. Wat kan jij slecht liegen? Ja, er komt wel iets nu. Wacht. Ja! Woe! Niet. Ik heb vuur! Niet! Kijk, niet. Ineens! Hé? Maar... Ja, hey, laat mij nou ook ergens talent in hebben. Jullie kunnen alles. Nu kan ik dit, dat vind ik wel leuk. Nou jongens, jullie weten nu hoe het is om een challenge te verliezen. Ja. Dat overkomt mij ook heel erg vaak hoor, dus dat maakt helemaal niks uit. Maar ik vroeg me af, hebben jullie nog meer vragen? Zal ik beginnen? Ja. Ik wil later ook heel graag YouTuber worden. Heb je dan ook nog tips voor mij? Kijk gewoon naar wat je nu al leuk vindt om te doen. Jullie dansen en zingen bijvoorbeeld heel erg goed. Mm-hmm. Dat is wel iets wat je kan gebruiken op je YouTube kanaal. Ja. Zijn er ook dingen niet leuk aan beroemd zijn? Als ik één ding zou moeten benoemen, dan is dat denk ik de stomme reacties die je wel eens krijgt. Want ja, als je eenmaal veel volgers hebt, veel likes krijgt, dan zien heel veel mensen je foto. Dus ook mensen die zich vervelen en iets stoms gaan achterlaten. En ik probeer dat altijd gewoon te negeren. Want ja, ik doe er niemand kwaad mee volgens mij. Dus ja, daar moet je gewoon echt helemaal niks van aantrekken. Ja.
Jij hebt natuurlijk ook videoclips op jouw kanaal. Wil je misschien ook met onze videoclip meedoen? Dat vind ik wel echt heel gaaf. Maar ook wel een beetje eng en spannend. Is het ook wel, hè? We geven jullie helemaal begeleiding. Echt? Ja. Oké, dan hebben we een deal. Dan doe ik het. Deal. Ja? Doen we. Ik maak me het meeste zorgen eigenlijk om alles. Ik hoop dat ik in goede handen ben vandaag. Ik zie het op zich wel zitten, denk ik, of toch niet? En toen. Het is echt een heel tof nummer, maar zoveel tekst in 1 minuut 10. Nou, de toren of ik het over het woord. En dat wordt wat. En toen wist ik de tekst niet meer. Ik heb gestampt. Bouw een toren of een brug voordat het avond is. Ik heb nog een keer gestampt. En doe het goed, want samen schrijven we geschiedenis. No pressure. Ik heb gehuild. En toen lukte het. En hoe ga je jezelf er doorheen slaan? Heb je een soort, misschien wel een trucje of zo, wat je even in kan zetten? Nou, ik hoop dat ik dat trucje nog uitgelegd ga krijgen. En ik schijn ook nog te gaan dansen. Ja, kan iemand me dat even uitleggen? Hallo. Ben je er klaar voor? Ben jij er klaar voor om mij te leren dansen? Ik ben er zeker klaar voor. Ik heb hoge verwachtingen van je. Ik ben een beetje zenuwachtig. 5, 6, 7 en linkerarm. Oh, linker. Doe maar omlaag. En nu 2 keer opzij en opzij. Oké. Stap en door. En stap en door. Hoe? Wacht even, dit gaat me nu al erg snel. Ik heb zeker zelf clips en nummers gemaakt, maar ik zet mezelf dan wel in een positie dat ik gewoon lekker kan staan. Dat ik niet zoveel hoef te doen eigenlijk. Dat is wel anders dan een hele choreografie natuurlijk. En zingen tegelijk. En stap en de stap en loop. Oh, dat ook nog. Ja, die komt ervoor. Oh, sorry. Ik was wel helemaal blij dat dit kon. Ja, precies. Rutger, het moment dat je hier binnenkwam, die eerste seconde, wat dacht je? Waarom heb ik ja gezegd? Het zou toch leuk zijn? Waarom doe ik mezelf dit aan? Maar ik heb heel veel support hier. En iedereen die legt me van alles uit. En geeft me zelfvertrouwen. En het gaat steeds iets beter. En toen. Sta! We gaan ervoor. Rutger, het is zover. Hoe staat het met de zenuwen? Ik ben best wel een beetje zenuwachtig, eerlijk gezegd. Ja, ken je alle danspasjes nog? Ja, ik denk het wel. Ik ken ze op zich wel, maar ze moeten wel op het goede moment eruit komen. Oké, nou doe je best. Ga lekker klaarstaan. Ga ik doen. Succes! Yes, dankjewel. Want dan is hier Rutger Vink in de nieuwe videoclip samen met Kinderen voor Kinderen. En toen. En de aarde was nog plat. Je mobieltje was een trommel en je huisdier was een rat. Op je eten moest je jagen en een beekje was de kraan. Je matras bestond uit strootjes en je lampje was de maan. Ieder land, elke eeuw, elke taal. Iedereen schrijft zijn eigen verhaal. En toen, nu mogen wij gaan doen. Kijk omhoog en pluk de dag. Vul de straten met je lach. En toen. Wie wil je zijn? Wil je een land zoals Cleopatra? Of een museum als Van Gogh of zing je opera? Bouw een toren of een brug voordat het avond is. En doe het goed, want samen schrijven we geschiedenis. En toen. Nu mogen wij het gaan doen. Kijk omhoog en pluk de dag. Vul de straten met je lach. Een held of kampioen, met een kwast of een gitaar, maak ik al mijn dromen waar. En toen. Rutger! En toen. Wat nou, fantastisch! Zeker. Ja. Hoe ging het? Ja, het is zo ontzettend leuk om te doen. Ja? Ja, het is echt een droom die is uitgekomen. Ja, samen met Kinderen voor Kinderen in je eigen videoclip. Niet en normaal. Toen, ja. Fantastisch gedaan. Thanks. Super. Nou, dit was hem alweer. Ik zie jou graag de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Kinderen voor Kinderen Pakt Uit. Doei! Doei! Volgende keer pakt Kinderen voor Kinderen uit met deze special guest. Weet jij welke bekende Nederlander hier een dansje doet? Laat het weten in de comments. En abonneer op ons kanaal om niets te missen.